Kinderen die meer dan 5 jaar in Nederland wonen, hebben recht om hier te blijven. Hallo allemaal, ik ben Rosanna en ik ben ambassadeur bij Defence for Children omdat ik kinderrechten heel erg belangrijk vind en uit mijn eigen ervaring weet hoe belangrijk het is dat kinderen een verblijfsvergunning hebben. Vandaag zijn we in Humanity House in Den Haag, waar we het jaarbericht kinderrechten overhandigen aan Kamerleden. Wij zijn hier om Kamerleden wakker te schudden om toch iets te gaan doen en kinderrechten voor alle kinderen te verbeteren. Wat kan een Kamerlid doen om het kinderpardon toch te versoepelen? Ja, als het gaat om het kinderpardon, dan hebben we gewoon de grote pech dat in het regeerakkoord niet staat dat het kinderpardon wordt verruimd. Wat we wel kunnen doen is samen met organisaties en met mensen die zelf ermee te maken krijgen met kinderen aantonen waarom het zo nodig is dat die kinderen die hier soms al jaren zitten ook in Nederland kunnen blijven. Dus hier gaat het echt om blijven herhalen dat het nodig is dat sommige kinderen in Nederland kunnen blijven. De dag zit erop en wat ik eigenlijk heel erg bijzonder vond is dat heel veel mensen bereid waren om op de vragen te beantwoorden en ook argumenten te geven. En een Kamerlid wou heel graag met ons een vervolgafspraakje maken om bepaalde dingen te bespreken, vooral de kinderrechten. En ik heb ook met andere mensen gesproken die heel graag een afspraakje met ons wouden plannen. En ze gaven ook heel veel commentaar, een positieve commentaar, op dat het eigenlijk heel erg goed is om met jongeren over jongeren te spreken.